Ja, ik moest toch wel een... Ik moest wel een pinkje wegslikken toen ik het hoorde, hoor, van Herman Kuiphoff. Traantje. Traantje wegpinken. Traantje, wie is dat? Is dat een vriendin van je, Traantje? Nee, je moet zeggen, ik moest een traantje wegpinken. Of even niet. Ik moest even slikken. Ja, er is iemand overleden. Het is ongepast om nu zout op alle muggen te gaan leggen. Slakken. Herman Kuiphoff, prachtig figuur. Die had overal commentaar op. Ja, maar Fred, dat moest hij ook. Dat was zijn werk. Dat zeg ik. Dat is wat ik bedoel, het bewijzen van complimenteus, Ria. Oh. Fantastisch. Wie herinnert niet de WK-finale 74 tegen de Duitsers? Nou, mensen die na 74 geboren zijn, Ria, die herinneren zich dat niet. Verdomme, Fred. Dat komt omdat er steeds oude mensen op tv zijn die zeggen... Wie herinnert zich niet? Of we weten allemaal nog als de dag van gisteren. Dat jonge mensen weten dat helemaal niet. Je moet ze dat uitleggen. Oké, Ria. Oké. Wie herinnert zich niet de WK-finale van 74 tegen de Duitsers? De WK-finale van 74 tegen de Duitsers? Huh? Fred, waar heb je het over? Leg het eens uit. Prachtig acteerwerk, Ria. Dank je. Kippenvel. Hoe dan ook, voor hun die het niet weten... Hen. Je moet zeggen hen. Je zei hun, maar het is hen. Nederland speelde het mooiste voetbal van het hele toernooi. Ja? En op de velreep... Velreep. Verliezen ze... Velreep is het velreep. Met 2-1 van de Duitsers krijgen ze toch op de broek. Nee, het is... Nee, voor de broek. Je krijgt het voor de broek of om je oren. Ja, zo van... die legendarische tekst toen. Zijn we er dan toch weer ingetuind? Zijn we er toch weer ingetuind? Ik krijg weer kippenvel als ik het hoor. Ja. Ongelooflijk. Zo van die Duitsers, die flikken het dan weer. Ja? Weer op het laatste moment gepiemeld worden. Nee, niet gepiepeld. Jij zegt gepiemeld. Maar nee, wat ik bedoel is dat die Duitsers ons het lapje voor het ootje hebben gehouden. Toch nee, nog? Nee, dat zeg je ook niet goed. Je moet Ria, zeggen... Ria, is het nou afgelopen met je commentaar de hele tijd? Nee, het is afgelopen met het commentaar van Herman Kuiphoff. Ja. Ria, een minuutje stilte, Ria. Ja. En doe ik wel vaker een minuutje stilte. Dan houdt ze even de bek. Dan kan ik even een beetje rust aan mijn hartjes.